In maart 2019 werd de Jelle Woudstra-paal in de haven van Schiermonzeeg onthuld. Dit in verband met het opknappen van de haven. In deze oertocht kunnen we bezieten bij Jelle Woudstra, de dwarfsomroeper van Schiermonzeeg. In Duits die katze is verschwunden van Jantje van Leendert. Wenn du es gefunden hast, kannst du es wieder zurückbesorgen für eine Flasche Geneva. Woudstra is al 20 jaar de dwarfsomroeper op Schiermonzeeg. En om Mems kant is rek 4 familie van de familie Staghouwer. Die 200 jaar regeerde op het eiland. Zie, 1891 hier, ja. Met de jong Frederik. En daar kan ik je dat schip van laten zien. Mm-hmm. Dat hij beschoten is met een schip. En uiteindelijk lopend door Rusland weer terug is gekomen via Canada. Hoe grootvader was dat? Ja, dat is die jong, ja, Frederik Willem. Daar zijn een aantal kinderen dan uit, 3 stuks. Die jong, Tjalling, ja. Anneke en Roelfje, Frederica. Dat is mijn moeder. En met Gerrit Woudstra zie je van Ameland. En daaruit Jelle Woudstra. Jelle verspreidt informatie in het dorp. Dat is tijdens een leuke dingen en minder leuke dingen dat hij dat doet. En als op het laatste moment misschien een zaal niet vol is of er is een belangrijke mededeling, dan hebben we Jelle die op de fiets in weer en wind met een megafoon, net als dat vroeger nog ging, informatie verspreidt. Nou ja, we hebben vandaag de hele entree van het eiland, als je hier aankomt, is opgeknapt. Dus hartstikke mooi. Wagenborg heeft haar gebouw helemaal opgeknapt, helemaal verduurzaamd, zonnepanelen. De entree is wat aangepast en we hebben ook hier de Jelle Woudstra-paal neergezet. Dat heeft Wagenborg gedaan. Dat is onze dorpsomroeper. En die zei eigenlijk moet je ook meteen informatie geven als je op het eiland komt. Dus aan deze paal kun je zien hoe hoog de waterstanden op Schiermonnikoog kunnen worden. Je kunt je het eigenlijk niet voorstellen nu, want het is zonnig weer. Het water staat redelijk laag, maar het kan hier ook ruig tekeer gaan. Dus dat kan je allemaal op die paal zien. We hebben de veerinrichting gerenoveerd. Die was aan een groot onderhoudsbeurt toe. En nou, dat gebeurt eens in de zoveel tijd, regulier. En we hebben meteen het ponton meegenomen en de loopbrug. Dus hij zit er weer picobello uit en we kunnen weer een heel wat jaartjes tegen. Toen ik ruim 20 jaar geleden directeur mocht worden van Wagenborg Passagiersdiensten, toen was er een welkomstreceptie bij Hotel van de Werf. En er kwam een man naar me toe en die zei, wat jij moet doen, je moet een paal op die veerdam zetten. Want dan weten mensen hoe het zit. Oké, heeft even geduurd, maar hij staat er. Maar is de familie ook trots op u nu, de familie Woudstra? Nou ja, ze zijn allemaal meegekomen. Ja, die vindt het allemaal mooi. Ja, ik ben hier geboren en getogen. En waar, nou, wat is een eilander? Ik weet het niet, dat is moeilijk. Maar mijn moeder komt van geschiedenis her van Schiermonnikoog. Mijn vader van Ameland. Mijn zuster is op Vlieland geboren. Ze hebben op Terschelling gewoond, de burgemeester Redekerstraat. Dus ze zijn gewoon vertegenwoordigd altijd geweest op de eilanden. Dus je hebt het eilandgevoel. Want uiteindelijk werd er nog een familie ingetrouwd en dat waren de Van Starkenborgs. Toen werd het Van Starkenborg Staghouwer en Staghouwer Starkenborg. En die moesten bij vererving, moesten die op een gegeven ogenblik het eiland opdelen aan broertjes. Dus uiteindelijk kwam het erop neer dat Schiermonnikoog bij een van de dames nog 1/6 deel in het bezit was. Ja. Nou ja. En de hoge adel ging er al wat van af. En men trouwde met elkaar. En het ging wat op in de dorpsgemeenschap. Ja, dat waren de nadagen van de Staghouwers. Zo gaat het met de wereld. Het is de piek. En dan zakt het weer. En dan is het is weg. Ja. En wij zijn zo dan nog de nazaten. Gaan we er even uit. Hier. En hier is het mooi. Hier is het mooi en dan hebben we het niet een ruime stukje. En dan moet je voorstellen dat achter die dijk hier, dat was gewoon het wat. Waarbij je dus enerzijds het dorp daar ziet liggen, het beschermde dorp, en dan de oude duinenrij, en dan op de oude duinenrij aan. De toenmalige nieuwe dijk, dat is nu de oude dijk natuurlijk, die hier zo op aankomt. Met andere woorden, hier hield dus het eiland min of meer op. Maar daarvoor was het Grootse Kwelders met een duinenrij.
En dat was de tijd van de staghouders, dat ze daar nog het slot hadden staan en zoiets dergelijks. Dus kon je zien in een betrekkelijk korte tijd, nog in 100 jaar, hoe een landschap kan veranderen in een tempo wat men toen niet bij kon houden. Ja, toen heeft men met ledenogen moeten zien dat het kerkhof al rondom in het water stond. Er kwamen zelfs al kisten boven water drijven. En ja, toen moest men, als men van zijn familie hield, moest men dus de rest maar uitgraven. Het geluk was dat het hier een traditie was, dat de naam ook op de kist werd gezet. Dus toen konden ze dan familie weer terugvinden. En die kisten werden hogerop hier op het eiland, waar nou dan het dorp is, werden die neergelegd. Je kent een eiland uit de verhalen van je ouders en van je grootouders. En natuurlijk moet je met je tijd meegaan. Maar aan de andere kant is het ook zo dat je een hele goede, stabiele situatie moet zien te creëren. Waarbij je, want er is geen visserij meer, er is geen handelsvaart meer. Dat je moet eten van het toerisme. Dus je moet een museum zijn, maar je wilt niet leven in een museum. Je moet ook met de tijd meegaan. Dus die balans, daar hoop ik af en toe wel eens een schoudertje onder te zetten of kritisch te zijn op bepaalde dingen of te zeggen van nou, dit vind ik heel lovend. Hallo! Lijkt hier een kalverstraat wel, hè? Dan zie je op het strand, zie je zo die brandinglijn daar, hè? Ja. Daar. En dan zie je hier weer een beetje witter naar rechts toe, weer een beetje hogere zandbank, ja. Zo. Ja. In die directie, daar, ja. Moet je denken, op de waterlijn en dan nog verder daarachter, waar nu de kotters waren, ja. Daar heeft het oude dorp gelegen. Oh, zo ver weg? Ja, joh. En zo heeft ooit in een opstel Winkelen Prins, er is met een eilander gesproken die toen al 70 jaar oud was. En hij zei, hier op deze duinen staan we zo ongeveer. Kijk, en daar ziet gij het stuk strand. Het stuk strand en die zee. Zo was deze duinenrij nog anderhalf uur gaans. Anderhalf uur gaans. En daar heb ik nog in de hoogte mijn konijnen gestroopt in de jonge jaren. Dus zoveel land is daar weg. Allemaal weg. Allemaal weggespoeld. Dit was ooit een duinencomplex, dit. Dat waait weg. Hier zou je dorp maar staan. Ja. Dan valt je huis gewoon om. Zo ging dat. En zo stond ooit op zo'n rand, als je nu naar beneden kijkt, stond ooit het strandhotel. Stond aan de rand van de zee. En dat was nog een paar golven en ja, daar ging de eerste muur klats naar beneden toe. Ja. Want de staghouders hadden het zo bedacht van als we nou dan een totaal nieuw dorp gaan maken, dan gaan we het ook wel zo maken dat we het nu veiliger maken. Niet kriskras, maar wat huizen neerpoten van nou, die duinpan lijkt mij wel wat en ik wil een uitzicht, dus ik ga erop. Nee, structuur. Dus ze hebben een lintdorp gemaakt, zoals dat dan ook wel heet. Wat zuiver oost-west, of west-oost, hoe je het maar bekijkt vanaf hier west-oost, gemaakt is met de huizen laag van opzet. Die konden veel meer wind hebben. Aan de noordzijde van de straatstad, dus eigenlijk de achterkant van de huizen, zie je zo die eilanderhuisjes. Ja, ook met die bewuste knikdaken en zo. En dan zie je ieder huisbreedte is een tuin. Maar die tuinen die waren allemaal er zo bij bedacht dat veelal aan de linker of aan de rechterzijde, daar werden de aardappels voor het hele jaar, de spruitjes, toestanden. Als gezin kon je jezelf bedruipen in de winter. Dit is nog een oude steen die uit het oude dorp vandaan komt. Ja, bij de west. En die is meegenomen hier naartoe. Heeft hij dan ook ergens gelegen. Maar
ach, uit het oog, uit het hart. Dus er werden dingen geruimd. En er is ook heel veel steen achter de dijken gegooid als dijkverzwaring. En, maar deze steen, die hebben ze omgedraaid. En die vond men bij toeval bij graafwerkzaamheden weer terug bij de openbare lagere school van destijds. Daar staat nu het nieuwe gemeentehuis op. Ja, gelukkig had men toen het besef van, nou, die moet een ereplekje krijgen op de huidige begraafplaats. Dat hebben ze ook gedaan. Het is van een tonnenmeester, dat is een soort van burgemeester. Kijk, komen de letters weer een beetje. Nou, ik maak hier 1658 uit. Weet je, als die grote, dikke zeedijk, die je daar veilig bewaakt, als die doorslaat, dan staat met een hoogtij water, hè, die zogenaamde 1000 jaar golf, vloed, staat water in 20 minuten voor Dokkum. Het is zo geweest dat de stad Groningen, dan moet je nou, de stad Groningen moet je nou toch een eentje voor toeren met auto. Daar lagen de schelvissen dood tegen de stadspoort aan. Schelvissen. Dwarpsomroeper Jelle Woudstra had nog volle meer te vertellen. En dat zullen Dwanek op 16 en Santje november in De Zwaan in Hollum. En dat in het kader van de november kunstmaand op het Ameloorn. Sjoch, nee, wie kan weer naar de oertocht, want dan volg je weer verder de boer. Hij is 8 hier en get de verste wal op de voetbal in.